Richard van Nieuwkoop, ik heb begrepen dat de spelers onderling gezegd hebben voor deze wedstrijd, we gaan alleen nog maar winnen. Wat hebben jullie gedaan? Ja, dat hebben we zeker gedaan. Ik denk dat we dat als team zijnde gewoon zeker goed gedaan hebben. Veel vooruit gevoetbald, wat eigenlijk ons sterke punt is. En we hebben natuurlijk een aantal weken geprobeerd om meer vertrouwen te krijgen en meer verdedigend te gaan spelen. En ja, je ziet nu dat dit gewoon onze kracht is. Dat was natuurlijk wel een hele saaie en moeizame eerste helft waarin jij de ploeg eigenlijk op 0-0 houdt. Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik denk dat ik niet heel veel te doen heb gehad. En ik denk dat we als team verdedigend gewoon goed stonden. Ik denk dat de eerste 20, 25 minuutjes een beetje zoekende was. En daarna werd gewoon iedereen op een tegenstander gezet. En zijn ze er eigenlijk niet meer aan te pas gekomen. Ja, ik bedoel, Rijnsburgsbosch creëert in de eerste helft helemaal niets. Jodenboys krijgen de kans op de 1-0, dat lopballetje. En die haal jij eruit, dat bedoel ik. Ja, haal je eruit. Hij werd op me afgeschoten, dus veel hoef ik niet aan te doen. Kijk, je moet misschien op de goede plek staan, maar dat was ook niet echt het geval. Want het was recht op me af en hij raakte hem verkeerd. Nou ja, dan kom je gewoon met geluk weg. Hetzelfde geld, schiet hem in de lange hoek, pak je hem niet en dan sta je 1-0 achter. In de tweede helft zie je dat er een tandje bij komt bij Rijnsburgse Boys. Binnen 8 minuten scoor je 3 treffers. Dan weet jij ook van deze wedstrijd zit in de tas. Ja, gelukkig wel. Kijk, we hebben natuurlijk moeite gehad om ook de laatste tijd te scoren. En ik denk dat we nu best productief geweest zijn. En natuurlijk kan je er misschien nog 1 of 2 bij maken. Maar ja, het is gewoon goed voor het gevoel. Zeker voor de spitsen, maar ook voor de verdediging. Dat je nu en de 0 hebt gehouden en doelpunten kan gaan maken. En ik denk dat we die lijn gewoon door moeten zetten. Voor jou is het altijd een hele mooie afsluiter van de wedstrijd als je de 0 weet te houden. Met dank aan Benito Olenski. Ja, absoluut. Kijk, ik denk als ik hem niet gehad heb, dan had er sowieso 1-1 gegaan. En hij haalt hem van de lijn af. En ik denk ook dat gewoon nodig is. Kijk, het vertrouwen moet je ook samen met je verdediging opbouwen. En niet als keeper alleen. Je staat er niet alleen voor. En dat merk je nu. Dat ook de verdedigers belangrijk zijn bij de 0 houden. Je zei net, dit is de 3e keer dit seizoen. Daar ben je nog niet tevreden over, hè? Daar ben ik absoluut niet tevreden over. Daar moeten er in ieder geval nog heel veel bij komen. En daar gaan we volgende week mee beginnen. Ja, ik heb even nageteld. Vorig jaar had je er 10. Het is nog haalbaar. En dat moeten we gewoon gaan verbeteren. Dat is gewoon de doelstelling. Je hebt het over volgende week bij Lisse. Dat is wel een mooie uitdaging. Maar vorig jaar won je daar ook met 4-0, dacht ik. Dus het is mogelijk. Ja, alles is mogelijk. En dat zie je eigenlijk deze hele competitie. Iedereen wint van iedereen. En ik denk dat wij ook zeker niet minder zijn als Lisse. En daarom is het lekker dat je nu gewoon een goede wedstrijd hebt neergezet. Dat je 3-0 gewonnen hebt. En ja, dat is gewoon een goed iets voor volgende week.